Het is vandaag donderdag 8 maart. Dit is Flevoland. Loop nu al mee in de Floriade van 2022. Witwasser krijgt een jaar cel. En Marker Wadde deze zomer open. Goedenavond. Het duurt nog een aantal jaar voordat de Floriade in Almere wordt gehouden. Toch is het nu al mogelijk om op het toekomstige terrein rond te wandelen. Er wordt hard gewerkt om dit Floriade-terrein al helemaal in te richten voor de Wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Maar digitaal kan ik op dit toekomstige evenemententerrein al rondwandelen. Dat is te danken aan het werk van tekenaar Robin de Nier. Hij wordt door de gemeente ingehuurd om de Floriade in 3D weer te geven. Elke boom op het Floriade-terrein is ingemeten. Die boom die je hier bijvoorbeeld ziet staan, die is echt op deze locatie ook in op het terrein. Alles wat bekend is, staat op de exacte plek in het computerprogramma van Robin. Bijvoorbeeld de nieuwe A6, de nog te bouwen woonboten en het toekomstige busstation waar de touringcars de toeristen zullen afzetten. Elk detail zit erin, zelfs de palen en de funderingen is te zien. Dus dit zijn echt 3D-modellen. Je kan zelfs onder water kijken dus. Ja. Persoonlijk vind ik het natuurlijk super gaaf. Het is bijna mijn achtertuin waar ik in aan het werk ben. Ik woon zelf in Almere Haven. Dus ik vind het super gaaf om zo'n groot project te mogen doen. De 3D-tekeningen worden niet alleen gemaakt om een goed beeld te krijgen van de toekomstige Floriade en zo bewoners bij de plannen te betrekken. Er zijn ook commerciële toepassingen denkbaar. Waar voor heel veel ontwikkelende partijen vaak het onzekerheid ook in zit, is van wat ze nou daadwerkelijk ook in de ondergrond tegenkomen. Ja, waar liggen leidingen? Nou, bijvoorbeeld, of waar zit de vervuiling, of hoe zit het met de grondzetting? Dat zijn allemaal belangrijke vraagstukken voor partijen die willen ontwikkelen. En als je dat in een model hebt, je kan ook met het model laten zien dat de ene ontwikkeling, hoe zich dat dan weer verhoudt tot de andere, dan kan daar ook gewoon op ingespeeld worden. Maar zodra het klaar is, kan iedereen in elk geval al voortijdig op de Floriade rondwandelen. Is het dan nog nuttig voor mij om een kaartje te kopen of heb ik het dan eigenlijk al gezien? Nou, wat we straks gaan doen is mensen die thuis zijn, die bereiden we al voor op het evenement. En dat betekent alleen maar dat je vanuit de bank verleid gaat worden om naar het evenemententerrein te komen. Stichting De Fauna Bescherming is een online petitie gestart om de dieren in de Oostvaardersplassen meer ruimte te geven. Zij willen dat er een vrije doorgang komt naar de Veluwe. De petitie is in 2 dagen tijd meer dan 5000 keer getekend. De Fauna Bescherming moet niet verward worden met Fauna Bescherming. Dat zijn de jagers. De faunabescherming is tegen jagen. De petitie is nog tot begin juni te tekenen en wordt daarna overhandigd aan de provincie Flevoland. Ook CDA-europarlementariër Annie Schreier-Pierik vindt dat het anders moet in de Oostvaardersplassen. Zij vindt dat de Europese Commissie moet ingrijpen om verdere schade aan de natuur en dierenleed te voorkomen. Het project met de grote grazers in de Oostvaardersplassen is volgens haar gruwelijk mislukt. Schreier wil dat Brussel met spoed beheermaatregelen, verwijdering of verplaatsing van het overschot grote grazers gaat opleggen. Goedenavond allemaal. Welkom hier zo op onze vrijwilligers, tussen haakjes, wervingsavond. Dorpsbelangen Biddinghuizen en de Stichting IJsvogels zijn op zoek naar vrijwilligers. Op een wervingsavond kwamen woensdag 30 personen af. Dat zien we gewoon dat ieder jaar het moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen. Dat is niet het probleem alleen voor ons, dat is ook het probleem voor sportverenigingen en ja, noem maar op. En niet alleen in Biddinghuizen, het is landelijk is dat een probleem. Dus we hebben gezegd van we gaan het een keer op deze manier doen. En kijk, ja, baat het niet, schaadt ook niet. De organisatie was tevreden over de opkomst. Een belangrijke conclusie aan het einde van de avond was dat vrijwilligers best te vinden zijn. Maar alleen als ze persoonlijk en doelgericht worden benaderd. In Lelystad is vandaag de nieuwe traumahelikopter van de ANWB gepresenteerd. De nieuwe helikopter is de 6e van de vloot traumahelikopters en gaat vliegen vanaf de vaste standplaatsen in Rotterdam, Amsterdam, Eelde en Volkel. De heli is voorzien van de nieuwste digitale snufjes en ook het interieur is veranderd.
We hebben gekozen voor het nieuwste interieur van Boeger. Dat betekent dat het een stuk lichter is, dus allemaal nieuw ontwikkeld. En dat we op een andere manier onze tas en onze spulletjes opbergen. Voorheen hadden we hier grote koffers staan die heel veel gewicht meebrachten en ook een beetje rommelig waren. En nu gaan we alles mooi in kastjes zetten. De nieuwe heli is nodig omdat de traumaheli vaker wordt opgeroepen. Een man uit Zeewolde die nu in de Verenigde Arabische Emiraten woont, moet 1 jaar de cel in voor witwassen en fraude met luxe auto's en horloges. Die straf is lager dan de 30 maanden die het Openbaar Ministerie had geëist. De Zeewoldenaar handelde in dure horloges. Samen met zijn partner had hij vele dure auto's. Lamborghinis, Porsches, Ferraris en BMW's. De man viel op omdat zijn uitgavenpatroon niet klopte met zijn inkomsten. Gaat u zitten alsjeblieft. Na het oordeel van de rechtbank is daarom geen andere conclusie mogelijk dan dat gelden tot een totaal van ruim 481.000 euro die gebruikt zijn voor de contante uitgaven onmiddellijk of middelijk uit enig misdrijf afkomstig zijn en dat verdachte dit ook wist. Verdachte heeft deze contante geldbedragen voorhanden gehad en daarvan gebruik gemaakt, zoals uit de genoemde bewijsmiddelen blijkt. Zo deed de man veel contante uitgaven, maar in zijn boekhouding was niet terug te vinden hoe hij aan dat geld kwam. De rechtbank concludeert dat hij op deze manier 500.000 euro crimineel geld heeft witgewassen. Alles overziend acht de rechtbank passend en geboden oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Zijn ex-partner die de boekhouding deed en een medeverdachte die facturen zou hebben vervalst, zijn vrijgesproken door gebrek aan bewijs. Internetprovider Greennet heeft in Dronten een nieuwe zendmast in gebruik genomen. De mast maakt het mogelijk dat inwoners en bedrijven in het buitengebied van de gemeente snel internet kunnen gebruiken zonder aansluiting op glasvezel. Hij is zo'n 40 meter hoog, de nieuwe mast van Greennet. En het bereik is ongeveer 15 kilometer in de omtrek. De mast biedt snel internet in het buitengebied. We kunnen met die mast, zoals die daar staat, 50, 100, 150, 200 MB naar klanten brengen als ze daar behoefte aan hebben. En dat is veel? Dat is meer, heel veel meer dan waar menig in het buitengebied op dit moment beschikking over heeft. Een aansluiting op de mast kost 200 euro en daar komen de maandelijkse kosten nog bij. Dat komt volgens Greennet omdat bij elke abonnee de ontvanger op de beste plek moet worden gemonteerd. Het buitengebied is prachtig om te wonen en daar moet je soms iets meer betalen voor een dienst die je misschien in de kern goedkoper zou kunnen krijgen. Greennet heeft de mast kunnen plaatsen middels een gemeentelijke lening van 150.000 euro. Aansluiting op internet is van dezelfde orde als de aansluiting op gas, licht en water. Het is echt een levensbehoefte geworden. En dan heb je het, vind ik, als overheid de taak om dat te faciliteren. We gaan het niet overnemen van de private sector, maar wel faciliteren, ondersteunen waar dat kan. En nogmaals, op grond van een gezonde business case. Dat is natuurlijk de voorwaarde. In september gaat de eerste haven van de Markerwadden open voor publiek. En daarmee is ook de eerste van 5 eilanden klaar. Laten we even kijken naar hoe het allemaal begon. De start van de Markerwadden is op 22 maart 2016. Een paar maanden later, in mei, komt het eerste stukje land boven water omdat er veel zand, slip en klei zijn opgespoten. In september mogen bezoekers voor het eerst een kijkje nemen op het nieuwe eiland. Tijdens de landelijke verkiezingen in maart 2017 zijn de Markerwadden waarschijnlijk het meest bijzondere stembureau ter wereld. Zelfs Natuurmonumenten had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. En terwijl iedereen druk is met stemmen, vindt een 7-jarig meisje iets bijzonders, een oude fossiel van een zeeegel. Het fossiel blijkt 150.000 jaar oud te zijn. En hoog bezoek voor het nieuwste stukje Nederland op 23 mei. De koning komt namelijk langs. Waar in mei de eerste vogelnesten zichtbaar worden, blijken er in juli al meer dan 2000 nesten te zitten. Goed nieuws, want de eilandengroep moet aantrekkelijk worden voor verschillende dieren. Op 24 juli is er nog een primeur, de eerste flessenpost op het eiland wordt gevonden. Een jaar na de eerste expeditie mogen mensen in september nog een keer het eerste eiland op. Nou, dit jaar gaat dus het eerste eiland open en ook de eerste haven wordt dan in gebruik genomen. Plaatsvervangend projectdirecteur André Rijsdorp is hier in de studio om daar verder over te praten. Je weet er immers alles van. André, ja, van harte welkom. Zeker, leuk dat je er bent. Ja? Hoe komen bezoekers eigenlijk daar bij dat eiland straks? Nou ja, dit jaar eigenlijk alleen nog maar met hun eigen bootje. Dus vanaf september gaat het eiland open. Met je eigen bootje kan je er dan naartoe. Ja. En dan ben je daar. En dan, wat ga je dan zien? Wat kun je daar doen? Nou ja, het is een heel groot eiland. Je kan heerlijk wandelen. Ja. Op dat moment hebben we allerlei wandelroutes. Een kilometer of 12 bij elkaar. Ja. Een paar vogelkijkhutten.
vlonderpaden dwars door het moeras. Nou ja, het is al niet zo erg begroeid natuurlijk, want die natuur, ja, die is natuurlijk maar een heel klein beetje zichtbaar. Ja. En die zal de komende tijd langzaam al naar voren komen. En, ja, en overal vogels. Ik kan me nog voorstellen dat iedereen heel lyrisch was over het eerste grassprietje dat daar groeide. Ja? Niet zo lang geleden. Ja, ja, dat weet ik nog. Ja, ja. Wat is er intussen allemaal bijgekomen aan natuur? Of waar hebben jullie over verbaasd? Je denkt, oh, nu hebben we dit. Nou ja, het is vooral de hoeveelheid vogels die ons verbaast. Nou, vandaag verbaast ons eerlijkheidshalve de hoeveelheid kruiend ijs die we hadden. Dat zag er natuurlijk ook weer helemaal prachtig uit. Maar straks in de zomer gaan mensen vooral ook, denk ik, zien hoe leuk de stranden en de duinen geworden zijn. Ja. Want dat had je misschien niet verwacht. Grote moeraseilanden. Maar ja, die moeten beschermd worden. Die worden beschermd bij ons door de stranden en de duinen. En dan kan je heerlijk wandelen en een beetje zwemmen. Ja, maar als je nog geen bootje hebt, dan kun je er dus gewoon helemaal niet heen. Nou, in september niet. Nee. Nee. Nou, zo heel af en toe organiseren we natuurlijk excursies. Ja. Ja, dan maken we wat extra mogelijk. Ja. En voor september, en dat is op 15 en 16 juni, ja, dan zijn er excursies in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet. Ja. En dan kan je vanuit Bataviahaven naar de Markenwallen. Ja, nou weet ik dat het wel eens eerder is georganiseerd. Het was ontzettend druk. Heel veel mensen zijn geïnteresseerd, die willen daar graag naartoe. Ja. Ja, hoe ga je om met die drukte dan straks? Kun je dat allemaal aan? Nou, straks, dus eerst maar even in juni doen. Ja, dat bedoel ik ook eigenlijk. Hè, ja, dat kunnen we prima aan. We hebben goede schepen en mensen kunnen een kaartje reserveren. Dus dat gaat allemaal op is op eigenlijk. Op is op, uiteraard. Maar er gaan best veel boten. Ja. En het wordt begeleide excursies deze keer. Dus het onderweg al het verhaal van mij bijvoorbeeld over de Markenwallen, de making-of. Ja, nou ja, goed, je zal maar in juni niet kunnen, inderdaad ook geen bootje hebben. Oh ja, jee. Dan moet je nog wel heel erg lang wachten. Dan hè? Moet je nog even wachten. We hopen, maar dat we vanaf nog een jaartje later, hè, dus in 2019, dat we dan ook een veerdienst zullen hebben. Ja. Maar dat wordt nog heel spannend. Ja. Ja, nou, we gaan het allemaal afwachten. Zeker. Leuk dat je hier was, bedankt voor het gesprek. Ja, gedaan. André Rijssel, dankjewel. Ja, straks zien we een oud beroep dat nog best wel gevaarlijk is. Kijk, en dan loop je het op. In je vinger prikken en dan heb je bloed. Ja, het is maar een heel klein putje. Maar als je daarop blijft drukken, dan blijf ik bloed houden en dan wordt mijn doek smerig. De ergste kou is uit de lucht bij de provinciale bestuurscrisis. Een meerderheid van de staten is het eens geworden om een nieuwe informateur te benoemen. CDA'er Bas-Jan van Bochhoven. Een meerderheid van de staten vindt het bovendien het beste dat een minderheidscollege van VVD, CDA en D66 terugkeert. Nou, uiteindelijk beginnen we natuurlijk weer bij een zekere basis. Maar zeker is dat de mogelijkheid dat we daarmee verder gaan. Ja hoor. Het is misschien wel de meest voor de hand liggende mogelijkheid zelfs. Ja, zo zou het ook kunnen zeggen. Ja, als je eerlijk bent, is dat gewoon zo. De PVV ziet ook een mogelijkheid om zelf in het college plaats te nemen. Volgens fractievoorzitter Chris Jansen zijn er mogelijkheden om met VVD en CDA samen te werken. Maar zou niemand dat verder willen? Inhoudelijk gezien zijn dat twee partijen die qua programma dicht bij ons staan. Nou, daarmee kom je al heel eind qua meerderheid in de Staten. Dus wij waren bereid geweest, in het belang van Flevoland, om uiteindelijk te zorgen voor een werkbare situatie voor het laatste jaar. Een ander gevoelig punt is de manier waarop nu afscheid wordt genomen van de SP-gedeputeerden. Via een omweg is het de VVD, CDA en D66 gelukt om Ad Meijer uit het college te krijgen. Ja, je kunt het negatief en positief uitleggen natuurlijk en dat het niet chic is. Daar kan ik ook nog wel met u eens zijn. Maar ja, dit is de realiteit. Zo werkt het nu. Ik heb de collegepartijen onprofessioneel gedrag verweten. Daar blijf ik achter staan. En dit is toch min of meer een uitvloeisel ervan. Maar we moeten, dat heb ik ook gezegd, we moeten weer door. Als je op een paard gaat zitten, dan kijk je recht vooruit. En dan is dat de koers. Wij vinden dit een heel, heel slecht signaal naar de inwoners van Flevoland. Er ontstaat een crisis. Die wordt veroorzaakt door VVD, CDA en D66. En dan worden die drie partijen eigenlijk beloond door de hele gang van zaken van vandaag. Want uiteindelijk is de kans heel groot dat zij gewoon terugkeren met dezelfde gedeputeerden. Ondanks het protest is er naar verwachting half maart een nieuw college van gedeputeerde staten. De gemeente Lelystad gaat de komende 2 jaar ruim 8000 essen kappen. De bomen zijn namelijk ziek. Ze hebben de schimmelziekte essentaksterfte. En daardoor gaan de bomen op den duur dood. Ik word er heel triest van. Ik woon hier heel lang en vanaf het begin, dus ik heb al kleine boompjes gezien. Onze kinderen speelden hier in het bos. En nu is het ineens, lijkt wel of er een orkaan overheen is gegaan. Afbrekende takken zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom is al begonnen met kappen. Het gebeurt vooral in de stad.
langs fietspaden, langs de dreven, langs de wegen, zoals bijvoorbeeld Buizerdweg. Daar is al gekapt. En overal daar waar grote lanen met bomen staan, zijn het heel vaak essen. Om de grote leegtes weer op te vullen, wordt op 70% van de locaties nieuwe aanwas geplant. Er zullen wel verschillende soorten bomen geplaatst worden om de grote kaalslag in de toekomst te voorkomen. Als er een ziekte is, zoals nu essentakssterfte, of zoals we ook wel gehad hebben met iepziekte, dat er niet te grote percelen van hetzelfde soort staan, zodat er dan niet direct zo'n grote kaalslag moet plaatsvinden zoals nu moet met die essentakssterfte. In een deel van de zomer in Lelystad zijn al bomen gekapt. Omwonenden snappen waarom het stuk bos weg moet, maar vinden het niet leuk. Ze hebben ons uitgelegd dat het noodzakelijk is vanwege de veiligheid en dat er steeds takken afvallen. Dus dat moet je dan wel begrijpen, maar het doet wel pijn. Ja, als je dit ziet, het is gewoon een verschrikkelijk landschap. Ik heb wel dat ik denk van nou, ik woon hier 38 jaar bijna. En ik heb 38 jaar kunnen genieten van het bos door zo vanuit mijn huis het bos in te lopen en elke dag hier te wandelen. Zeil maken, dat lijkt een uitgestorven beroep, maar bij Batavialand in Lelystad wordt het nog altijd uitgeoefend. Hans is zo'n zeilmaker. Kijk, en dan loop je het op. In je vinger prikken en dan heb je bloed. Oké. Ik ga er even een pleistertje op doen, want anders dan wordt mijn doek smerig. Een rood doek. Eens kijken, wat heb je nou precies? Ja, het is maar een heel klein putje. Maar als je daarop blijft drukken, dan blijf ik bloed houden en dan wordt mijn doek smerig. Ja. Dus ja, je moet wel tegen het bloed kunnen. Dat valt gewoon als je aan het werk bent. Ik ben zeilmaker. Wat is dat, zeilmaker? Zeilmaker is dus een persoon die op een bepaald moment lappen aan elkaar zet. Banen aan elkaar, zeildoek aan elkaar zet. Met daarbij later touwwerk enzovoorts enzovoorts om je zeil heen. Maar in grote lijnen is zeilmaken allemaal banen aan elkaar zetten. Ik doe 2,5 meter per uur. En bij deze naad kan dat nog wel eens minder zijn. Als we dus voor oude zeilen, voor de Batavia zeilen, dat is net een ietsjes andere naaimethode. En dat werkt net ietsjes vlugger als de platte naad. Vroeger, als we dus ervan uitgaan dat we dus 1600-1700, zoals de zeilen van de Batavia, hadden ze nog geen naaimachines. En begin 1800 met de botters ook nog niet. Dat komt rond 1850. En dan gaan ze ook vaker met naaimachines werken. Ik heb een zeilplaatje, daar zitten ophoudingjes in, daar kan ik mijn naald inzetten en dan kan ik eigenlijk door middel van mijn naald eerst de juiste positie te pakken en dan gaat hij er doorheen. Iedereen, als je doorzettingsvermogen heeft, kan iedereen het leren. Alleen, je doet ongeveer 2,5 meter per uur aan naaiwerk. En als ik dan zo'n groot zeil heb, wat we hierboven hebben hangen, daar zit 38 banen in. En elke baan moet 2 keer genaaid worden. Dus zeg je van, nou, dat is een boel werk. Dan moet je er niet aan beginnen.
En dit was Flevoland voor vandaag. Vanaf maandag dagelijks aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen bij Omroep Flevoland. Met elke dag thema's die spelen in op de gemeentes in onze provincie, op radio, tv en onze website en natuurlijk ook onze app. Alle informatie kun je zien op onze speciale verkiezingswebsite flevolandkiest.nl. Hele fijne avond en graag tot morgen. Dag.